De Freya Groep wil een zorgcomplex gaan bouwen in een Den Bossche woonwijk. Deze zou 20 eenheden gaan bevatten voor dementerende ouderen. Bewoners van Breeakkers, Doornkampsteeg en Vogelwikke hebben zich verenigd en bij de gemeente bezwaar aangetekend. Zij vrezen nadelige gevolgen te gaan ondervinden van de komst van het complex op de gekozen locatie. Het speelveld voor de kinderen zou moeten wijken. Nou, op zich het wooncomplex, daar zijn we hartstikke blij om. En dat is natuurlijk hartstikke een goed initiatief. Alleen de plek hier is wat minder geslaagd. Voornamelijk wegen de hoogte van het gebouw en het aantal mensen wat er moet gaan komen. En het past niet op dit veld. Het is een rechthoekig gebouw op een driehoekig te klein perceel. Dus dat is jammer. Nou, ik ben er niet zo'n voorstander van, moet ik zeggen. Het is natuurlijk een mooi grasveld waar de kinderen ook heel veel gebruik van maken hier in de buurt. Er zou al onderzoek gedaan zijn, er zou behoefte zijn, maar er zijn ook weer onderzoeken dat die behoefte er voorlopig nog niet is. En in onze beleving zijn er zeer vele andere plekken in Den Bosch waar er veel meer ruimte is en misschien beter op zijn plek zou zijn. Ik ben er tegen omdat ik het gevoel heb dat het niet goed is uitgezocht en ook omdat er maar één locatie in beeld is geweest. En wij hebben daar een aantal vragen over gesteld aan de gemeente. We hebben met een aantal buurtbewoners hier een machtiging zeg maar, bij de gemeente neergelegd van een helemaal uiteenzetting van wat onze zienswijze daarop is. Nou ja, het is natuurlijk hartstikke geweldig dat er weer iets voor ouderen wordt gedaan. Overal worden tehuizen gesloten. En hier gaan we iets bouwen voor mensen die het echt nodig gaan hebben. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. En daar staan we ook helemaal achter als buurt. En dat wordt vaak niet gezien omdat er natuurlijk een groot bouwplan meehangt. Maar het is puur het bouwplan en niet het doel. Ik zie er eerlijk gezegd helemaal geen voordeel van. Ja, alleen sowieso staat het natuurlijk voor je deur, dus dan ben je gelijk al van, oh, wat gebeurt er? Maar ja, ik vind die oude mensen moeten natuurlijk ook een plekje krijgen, dat zeker. Maar ik zie er geen voordeel van om het hier op dit kleine stukje te doen. Een veel gebruikt speelveld, maar met name de parkeerproblematiek maken we ons zorgen over. Het is nu al vaak zeer vol. Overdag niet, hè? Zoals je kunt zien, dan zijn de meeste mensen aan het werk. Maar 's avonds dan kun je nu al zeer slecht je auto kwijt. Ze geven aan dat er voldoende plek op het terrein komt. Maar ja, dat vragen we ons af of dat inderdaad zo is. Daarbij wordt het pand 11 meter hoog. Nou ja, als je hier om ons heen kijkt, zijn de meeste huizen niet hoger dan een meter of, nou, wat zal het zijn, 8. Dus goed, het uitzicht is natuurlijk ook niet echt prettig. Er komt een hekwerk omheen van bijna 2 meter hoog. Dus een beetje gevangenisgevoel. De gemeente mag tot op de rooilijn bouwen. Wij mogen zelf niks. Als je zelf een vraagt voor een uitbouw, een dakkapel of een raam, wordt het afgekeurd wegens welstand. Dit is er in onze optiek doorgedouwd zonder met ons te overleggen en te bekijken wat er kan. En er is ons altijd verteld aan alle bewoners hier dat er een eenlaags gebouw komt. En dit is tweelaags met een kap. Het nadeel is dat het een lomp fors gebouw wordt van 11 meter hoog. En dat de kinderen maken heel veel gebruik hier van het veld, dat daar gewoon niet meer kan. Daarbij al het verkeer wat ermee komt, aan vrachtvervoer, parkeerauto's, bezoek, personeel. Dus ze hebben een aantal parkeerplaatsen bedacht in het plan. Maar dat is gewoon niet genoeg. Als je hier kijkt, als hier 's avonds iedereen thuis is, staat het hier helemaal vol. Hier in de parkeerhavens, alles staat vol. Het voor ons voordelen heeft, dat zou ik moeilijk vinden te benoemen. Het schijnt voor die mensen voordelen te hebben als ze binnen een wijk zijn waar levendigheid is. Maar er schijnt ook behoefte te zijn aan dichtbij voorzieningen. Ik weet niet wat dan dichtbij is. Er zijn wel dichterbij, onder andere bij de andere locatie van het Wijkveld, die school bij de Rotonde. Daar zitten ze volgens mij dichterbij voorzieningen. Ja, als ik eerlijk ben, kan ik dat nu niet zo gauw bedenken, wat die voordelen zouden zijn. Nee. Wat we al meerdere malen hebben aangegeven in de kranten en op onze Facebookpagina is de locatie helemaal daarachter, bij het Wijkveld en bij het Goudvisje. Daar is een hele veel ruimte. En ook daar is genoeg beleving in onze ogen. Het gaat er vrij om dat ze in het midden van de samenleving zitten, snap ik. Ook daar zit je met loopafstand van het dorp af en overdag is het hier heel stil. De kinderen spelen juist hier op dit veld, dus ga je een gebouw neerzetten. Is dat spelen en die omleving, die beleving van de buurt is ook weg. Ja, en daar heb je een school en een BSO waar altijd wel iets te beleven is. Dus daar heb je naar mijn idee veel meer prikkels dat voor die mensen goed zou zijn. Laatste vraag. Hoe is de communicatie vanuit de gemeente en vanuit de Freya Groep richting omwonenden? Vanuit de Freya Groep is hij er niet. Behalve dan die informatieavond op de kleiderskoop een paar weken terug. Er was één iemand van Freya. Daar heb ik ook gesproken, was ook een heel fijn en prettig gesprek. Dus dat is wel heel erg goed. Goede informatie gekregen op dat moment zelf. En gemeente, ja, het is vragen. Het is continu vragen en achteraan lopen. En natuurlijk staat het in de krant dat je af en toe iets kan lezen. Maar het is allemaal een beetje achteraf. We hadden graag iets meer vooraf gekregen, iets meer duidelijkheid. En als je vragen stelt, ja, is het allemaal redelijk omslachtig. Uiteindelijk is de gemeente wel gaan communiceren en is die communicatie op gang gekomen. Maar voor ons gevoel, ja, was dat wat laat in het proces. En ja, het is ook heel slordig dat je het de eerste keer op zo'n manier moet vernemen. Op zich is de gemeente nu wel bereid om dingen uit te leggen, toe te lichten, te vertellen. Ze hebben ook een informatieavond georganiseerd, recentelijk ook weer. Maar ja, het komt wel steeds over en dat zeggen ze ook, het is gewoon een feit. Omdat het toevallig ja, net een beetje te groot is, het gebouw voor het veldje, is het in deze procedure gekomen. Maar als het gebouw net iets kleiner was, dan had het er gestaan voordat we er erg in hadden. Dat is eigenlijk de situatie. Ja.